Het heilig evangelie naar de beschrijving van Lucas. Aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest, aan ons overgeleverd hebben, heeft het ook mij goed gedacht, na alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven, hooggeachte Theophilus. Opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Zij waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verorderingen van de Heere. En zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beiden op hoge leeftijd gekomen waren. Terwijl hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het dat hij, volgens de gewoonte van de priesterdienst, door loting werd aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de Heere, die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken. En hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. En Zacharias zei tegen de engel, hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tegen hem, ik ben Gabriel die voor God sta en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niets kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt die vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk stond te wachten op Zacharias, en ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel bleef. Toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken. Zij begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had. Hij wenkte hun toe en bleef stom. En het gebeurde, toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. En zij verborg zich 5 maanden en zei, zo heeft de Heer voor mij gedaan in de dagen waarin hij acht op mij geslagen heeft om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. In de 6e maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David, en de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet, begenadigde, de Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen.
Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel, hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei, zie, de dienares van de Heer, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda. En ze kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en zij riep met luide stem en zei, gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt? Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. En Maria zei, mijn ziel maakt de Heere groot en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken, want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken, zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. En Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en keerde terug naar haar huis. De tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zou en zij baarde een zoon. En haar buren en familieleden hoorden dat de Heer haar grote barmhartigheid bewezen had en verheugde zich met haar. En het gebeurde op de 8e dag dat zij kwamen om het kind te besnijden. En ze wilden het Zacharias noemen, naar de naam van zijn vader. Maar zijn moeder antwoordde en zei nee, maar hij zal Johannes heten. En ze zeiden tegen haar, er is niemand in uw familie die de naam draagt. En zij gebaarde naar zijn vader, hoe hij wilde dat het genoemd zou worden. En nadat hij om een schrijftafeltje gevraagd had, schreef hij de woorden, Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En onmiddellijk werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak en loofde God. En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden. En in heel het bergland van Judea werd veel over al deze dingen gesproken.
En allen die het hoorden, namen het ter harte en zeiden, wat zal er toch van dit kind worden? En de hand van de Heere was met hem. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. En hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David zijn knecht, zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn. Namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond. De eed die hij aan Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven. Dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees. In heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Want je zult voor het aangezicht van de Heer uitgaan om zijn wegen gereed te maken. En om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God. Waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft. Om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. En om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest. En het verbleef in de woestijnen tot de dag van zijn verschijning aan Israël. Hoofdstuk 2. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen. En de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. En zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap. Die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei, eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heer ons bekendgemaakt heeft. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. Toen zij het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.
En toen 8 dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat hij in een moederschoot ontvangen was. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen, zoals geschreven staat in de wet van de Heere. Al wat mannelijk is dat een moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om het hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei: nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren 7 jaar met haar man geleefd. En zij was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere. En zij sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En toen zij alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de Heere gedaan moest worden, keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. En het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem. En zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. En toen hij 12 jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter, zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Maar omdat zij dachten dat hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver. En daarna zochten zij hem onder de familieleden en onder de bekenden. En toen zij hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten hem daar. En het gebeurde dat zij hem na 3 dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Allen die hem hoorden, stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. En toen zij hem zagen, stonden zij versteld. En zijn moeder zei tegen hem: kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hen: waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Hoofdstuk 3.
In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, Herodes viervorst over Galilea, zijn broer Filippus viervorst over Iturea en over het land Trachonitis, en Lysanas viervorst over Abilene, onder de hoge priesters Annas en Caiaphas, geschiedde het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. Zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja. De stem van een die roept in de woestijn: maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Elk dal zal gevuld worden en elke berg en heuvel zal geslecht worden. De kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt. Hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden: adderen gebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering en begin niet bij uzelf te zeggen: wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En de menigte vroeg hem: wat moeten wij dan doen? Hij antwoordde en zei tegen hen: wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft. En wie voedsel heeft, moet ook zo doen. Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden. En zij zeiden tegen hem: meester, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen: eis niet meer dan wat u voorgeschreven is. Ook de soldaten vroegen aan hem: en wij, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen: val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw soldij. En toen het volk in afwachting was en allen in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was, antwoordde Johannes allen: ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, bij wie ik niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal hij met onuitblusbaar vuur verbranden. Hij gaf ook nog veel andere aansporingen en verkondigde het volk het evangelie. Maar toen Herodes, de viervorst, door hem terechtgewezen werd, omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, en om alle slechte dingen die Herodes deed, heeft hij ook dit nog bij dat alles gevoegd, dat hij Johannes in de gevangenis opsloot. En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. En hij, Jezus, was ongeveer 30 jaar toen hij zijn dienstwerk begon. Hij was, naar men dacht, de zoon van Jozef, de zoon van Heli, de zoon van Matthat, de zoon van Levi, de zoon van Melchi, de zoon van Janna, de zoon van Jozef, de zoon van Mattathias, de zoon van Amos, de zoon van Naum, de zoon van Esli, de zoon van Nagai, de zoon van Maat, de zoon van Mattathias, de zoon van Semii, de zoon van Jozef, de zoon van Juda, de zoon van Joannas, de zoon van Resta, de zoon van Zerubabel, de zoon van Sealtiel,
de zoon van Neri, de zoon van Melchi, de zoon van Adi, de zoon van Kozam, de zoon van Elmodam, de zoon van Er, de zoon van Jozes, de zoon van Eliezer, de zoon van Jorim, de zoon van Mathat, de zoon van Levi, de zoon van Simeon, de zoon van Juda, de zoon van Jozef, de zoon van Jonan, de zoon van Eliakim, de zoon van Meleas, de zoon van Ma'inan, de zoon van Matata, de zoon van Nathan, de zoon van David, de zoon van Isaï, de zoon van Obed, de zoon van Boas, de zoon van Salmon, de zoon van Nahesson, de zoon van Aminadab, de zoon van Aram, de zoon van Esrom, de zoon van Peres, de zoon van Juda, de zoon van Jacob, de zoon van Isaac, de zoon van Abraham, de zoon van Tera, de zoon van Nahor, de zoon van Serug, de zoon van Rehu, de zoon van Peleg, de zoon van Heber, de zoon van Sela, de zoon van Kenan, de zoon van Arfachsat, de zoon van Sem, de zoon van Noach, de zoon van Lamech, de zoon van Methuselah, de zoon van Henoch, de zoon van Jered, de zoon van Mahalalel, de zoon van Kenan, de zoon van Enos, de zoon van Set, de zoon van Adam, de zoon van God. Hoofdstuk 4. Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. En hij at niets in die dagen, en tenslotte, toen die voorbij waren, kreeg hij honger. En de duivel zei tegen hem: als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde hem: er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. En daarna bracht de duivel hem op een hoge berg en liet hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem: ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven, en ik geef die aan wie ik maar wil. Dus, als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: ga weg van mij, Satan, want er staat geschreven: u zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. En hij bracht hem naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem: als u de Zoon van God bent, werp u dan van hier naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren. En dat zij u op de handen dragen zullen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: er is gezegd, u zult de Heere uw God niet verzoeken. En toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek open gedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: de Geest van de Heere is op mij, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten.
En de ogen van allen in de synagogen waren op hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En zij betuigden hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En zij zeiden: is dit niet de zoon van Jozef? Maar hij zei tegen hen: u zult mij ongetwijfeld een spreekwoord voorhouden. Dokter, genees uzelf. Alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Capernaum gebeurd is, doe dat ook hier in uw vaderstad. Hij zei: voorwaar, ik zeg u, dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. Maar ik zeg u naar waarheid, er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land. En naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Sarfat bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd, maar wel Naaman, de Syriër. En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden. En zij stonden op, dreven hem de stad uit en brachten hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hen van de steilte af te werpen. Maar hij liep midden tussen hen door en ging weg. En hij daalde af naar Capernaum, een stad in Galilea, en onderwees hen op de Sabbatdagen. En zij stonden versteld van zijn onderricht, want zijn woord was met gezag. En in de synagoge was een man die een geest van een onreine demon had. En die riep met luide stem: ga weg! Wat hebben wij met u te maken, Jezus de Nazarener? Bent u gekomen om ons de gronden te richten? Ik weet wie u bent, namelijk de Heilige van God. Maar Jezus bestrafte hem en zei: zwijg, ga uit hem weg. En de demon ging uit hem weg, nadat hij hem in het midden geworpen had, zonder hem in enig opzicht letsel te bezorgen. En zij werden allen erg verbaasd. Zij spraken met elkaar en zeiden: wat is dit voor woord, dat hij met gezag en kracht de onreine geesten bevel geeft en zij weggaan. En de roep over hem verspreidde zich naar elke plaats in de omgeving. Nadat Jezus opgestaan en uit de synagoge vertrokken was, ging hij naar het huis van Simon. De schoonmoeder van Simon had hoge koorts en ze vroegen hem om hulp voor haar. En hij boog zich over haar heen en bestrafte de koorts en die verliet haar. Zij stond onmiddellijk op en diende hen. Toen de zon onderging, brachten allen die zieken hadden, door allerlei kwalen gekweld, deze zieken bij hem. En hij legde ieder van hen de handen op en genas hen. Ook gingen er van velen demonen uit, die schreeuwden en zeiden: u bent de Christus, de Zoon van God. Maar hij bestrafte hen en liet hun niet toe te spreken, omdat zij wisten dat hij de Christus was. Toen het dag geworden was, ging hij naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats. De menigten zochten hem en kwamen bij hem en probeerden hem tegen te houden, opdat hij niet van hen weg zou gaan. Maar hij zei tegen hen: ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben ik uitgezonden. En hij predikte in de synagogen van Galilea. Hoofdstuk 5. En het gebeurde, toen de menigte op hem aandrong om het woord van God te horen, dat hij bij het meer Genesaret stond. En hij zag 2 schepen aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. Hij ging aan boord van 1 van die schepen, dat van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. Toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon: vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem: meester, we hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen.
maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. En zij wenkten hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat zij hen moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en allen die met hem waren bevangen over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeeus, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon: Wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. En nadat zij de schepen aan land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden hem. En toen hij in een van die steden was, gebeurde het. Zie, dat er een man vol melaatsheid was. En toen hij Jezus zag, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad hem: Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen? En hij stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word gereinigd. En meteen verliet de melaatsheid hem. En hij beval hem dat hij het aan niemand zou vertellen. Maar ga heen, zei hij, laat uzelf aan de priester zien en breng een offer voor uw reiniging, zoals Mozes bevolen heeft, tot een getuigenis voor hen. Het gerucht over hem verspreidde zich echter des te meer. En een grote menigte kwam bijeen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun ziekten. Maar hij vertrok naar de woestijnen en bad daar. En het gebeurde op een van die dagen dat hij onderwijs gaf en dat er fariseeën en leraars van de wet zaten, die van alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem gekomen waren. En er was kracht van de Heere om hen te genezen. En zie, enkele mannen brachten op een bed een man die verlamd was. En zij probeerden hem binnen te brengen en voor hem neer te leggen. Maar toen zij vanwege de menigte geen mogelijkheid vonden om hem naar binnen te brengen, klommen zij het dak op en lieten hem tussen de daktegels door met het bed neer in het midden voor Jezus. En toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem: Man, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overleggen: Wie is deze man die godslastering spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Maar Jezus, die hun overwegingen kende, antwoordde en zei tegen hen: Wat overlegt u in uw hart? Dat is gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en ga lopen. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde om zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde: Ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En hij stond onmiddellijk voor hun ogen op. En nadat hij datgene opgenomen had waarop hij gelegen had, ging hij naar zijn huis, terwijl hij God verheerlijkte. En ontsteltenis greep hen allen aan. En zij verheerlijkten God en werden vervuld met vrees. En zeiden: Wij hebben vandaag ongelofelijke dingen gezien. En hierna ging hij weg. En hij zag een tollenaar, van wie de naam Levi was, in het tolhuis zitten. En hij zei tegen hem: Volg mij. En hij stond op, liet alles achter en volgde hem. En Levi bereidde voor hem een grote maaltijd in zijn huis. En er was een grote menigte van tollenaars en van anderen die met hen aanlagen. En hun schriftgeleerden en de fariseeën morden tegen zijn discipelen en zeiden: Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. En zij zeiden tegen hem: Waarom vasten de discipelen van Johannes dikwijls
en doen zij gebeden, en evenzo ook de discipelen van de Farizeeën. Maar die van u eten en drinken? Maar hij zei tegen hen, kunt u de bruiloftsgasten laten vasten, terwijl de bruidegom bij hen is? De dagen zullen echter komen wanneer de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. Dan, in die dagen, zullen zij vasten. Hij sprak ook tot hen een gelijkenis. Niemand zet een lap van een nieuw bovenkleed op een oud bovenkleed. Anders zal de nieuwe lap het oude bovenkleed doen scheuren. En de lap van het nieuwe zal niet passen bij het oude. En niemand doet nieuwe wijn in oude leren zakken. Anders zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten. En de wijn zelf zal eruit stromen en de zakken zullen verloren gaan. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen en beide blijven ze behouden. En niemand die oude wijn drinkt wil meteen nieuwe, want hij zegt de oude is beter. Hoofdstuk 6. En het gebeurde op de tweede Sabbat, na het paasfeest, dat hij door de korenvelden ging. En zijn discipelen plukten aren, wreven die met de handen stuk en aten ze op. Sommige van de Farizeeën zeiden tegen hen, waarom doet u wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbat? Jezus antwoordde en zei tegen hen, hebt u ook dat niet gelezen, wat David deed toen hij honger had en zij die bij hem waren? Hoe hij het huis van God binnengegaan is en de toonbroden genomen en gegeten heeft en ook gegeven heeft aan hen die bij hem waren, broden die niemand mag eten dan alleen de priesters? En hij zei tegen hen, de Zoon des Mensen is Heere, ook van de Sabbat. Het gebeurde ook op een andere Sabbat dat hij in die synagoge kwam en onderwijs gaf. En er was daar iemand van wie de rechterhand verschrompeld was. De schriftgeleerden en de Farizeeën letten scherp op hem, of hij op de Sabbat genezen zou, om iets te kunnen vinden om hem te beschuldigen. Maar hij kende hun overwegingen en zei tegen de man met de verschrompelde hand, sta op en ga in het midden staan. En hij stond op en ging daar staan. Jezus nu zei tegen hen, ik vraag u, wat is geoorloofd op de Sabbat? Goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of om te laten komen? En nadat hij hen allen rondom aangekeken had, zei hij tegen de man, steek uw hand uit. Hij deed dat en zijn hand werd hersteld, gezond als de andere. Zij waren vol woede en spraken er met elkaar over wat zij met Jezus zouden doen. Het gebeurde in die dagen dat hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden. En hij bleef heel de nacht in gebed tot God. En toen het dag was geworden, riep hij zijn discipelen bij zich en koos er 12 van hen uit, die hij ook apostelen noemde. Simon, die hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jacobus en Johannes, Filippus en Bartholomeus, Matthäus en Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon, die Zelotes genoemd werd, Judas, de broer van Jacobus, en Judas Iscariot, die ook de verrader geworden is. En toen hij met hen afgedaald was, bleef hij staan op een vlakke plaats, en met hem een menigte van zijn discipelen, en een grote menigte van het volk uit heel Judea en Jeruzalem, en van de zeekant van Tyrus en Sidon, die gekomen waren om hem te horen en om van hun ziekten genezen te worden. Ook zij die gekweld werden door onreine geesten, en zij werden genezen. En heel de menigte probeerde hem aan te raken, want er ging kracht van hem uit. En hij genas ze allen. En toen hij zijn ogen opgeslagen had naar zijn discipelen, zei hij, zalig bent u, armen, want van u is het koninkrijk van God. Zalig bent u die nu honger hebt, want u zult verzadigd worden. Zalig bent u die nu huilt, want u zult lachen. Zalig bent u wanneer de mensen u haten en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des Mensen.
verblijd u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel. Hun vaderen deden immers evenzo met de profeten. Maar wee u rijken, want u hebt uw troost al. Wee u die verzadigd bent, want u zult honger lijden. Wee u die nu lacht, want u zult treuren en huilen. Wee u wanneer alle mensen goed van u spreken, want hun vaderen deden evenzo met de valse profeten. Maar ik zeg tegen u die dit hoort, heb uw vijanden lief, doe goed aan hen die u haten, zegen hen die u vervloeken en bid voor hen die u belasteren. Bied hem die u op de ene wang slaat ook de andere. Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt niet ook uw onderkleed te nemen. Maar geef aan ieder die iets van u vraagt en eis niet terug van hem die neemt wat van u is. En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. En als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En als u goed doet aan hen die aan u goed doen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde. En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars lenen aan zondaars om hetzelfde terug te ontvangen. Maar heb uw vijanden lief en doe goed en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn. Want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten. Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is. Oordeel niet, en u zult niet geoordeeld worden. Veroordeel niet, en u zult niet veroordeeld worden. Laat los, en u zult losgelaten worden. Geef, en aan u zal gegeven worden. Een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven. Want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Hij sprak tot hen een gelijkenis. Een blinde kan toch niet een blinde op de weg geleiden? Zullen zij niet beiden in een kuil vallen? Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of hoe kunt u tegen uw broeder zeggen, broeder, laat toe dat ik de splinter die in uw oog is eruit haal, terwijl u zelf de balk in uw oog niet ziet? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter die in het oog van uw broeder is eruit te halen. Want er is geen goede boom die slechte vrucht voortbrengt en geen slechte boom die goede vrucht voortbrengt. Want iedere boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Men plukt immers geen vijgen van dorens en men oogst geen druif van doornstruiken. De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart. En de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart. Want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond. Waarom noemt u mij Heere, Heere en doet niet wat ik zeg? Ieder die naar mij toekomt en mijn woorden hoort en ze doet, ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde. Hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet doen wankelen, want het was op de rots gefundeerd. Maar wie ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk aan een man die een huis bouwde op de aarde zonder fundament. Toen de waterstroom er tegenaan sloeg, stortte het meteen in en de val van het huis was groot. Hoofdstuk 7. Nadat hij al zijn woorden beëindigd had ten aanhoren van het volk, ging hij Capernaum binnen. En een slaaf van een zekere hoofdman over 100, die hij zeer waardeerde, was ziek en lag op sterven.
En toen hij over Jezus gehoord had, stuurde hij de oudsten van de Joden naar hem toe en deze vroegen hem te komen en zijn slaaf gezond te maken. Toen die bij Jezus gekomen waren, smeekten zij hem indringend en zeiden: "Hij is het waard dat u dat voor hem doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd." En Jezus ging met hen mee. Maar toen hij niet ver meer van het huis was, stuurde de hoofdman enkele vrienden naar hem toe om tegen hem te zeggen: "Heere, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht naar u toe te komen. Maar spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is. En heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een: ga, en hij gaat. En tegen de ander: kom, en hij komt. En tegen mijn slaaf: doe dat, en hij doet het." Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich over hem. En hij keerde zich om en zei tegen de menigte die hem volgde: "Ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden." En toen zij die gestuurd waren in het huis teruggekeerd waren, vonden zij de zieke slaaf gezond. En het gebeurde op de volgende dag dat hij naar een stad ging die Nain heette. En veel van zijn discipelen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij nu de poort van de stad naderde, zie daar, er werd een dode uitgedragen. Hij was de enige zoon van zijn moeder en zij was weduwe. En een grote menigte uit de stad was bij haar. En toen de Heer haar zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over haar. En zei hij tegen haar: "Huil niet." En hij ging naar de baar toe en raakte die aan. De dragers nu stonden stil. En hij zei: "Jongeman, ik zeg u, sta op." En de dode ging overeind zitten en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees greep hen allen aan. En zij verheerlijkte God en zeiden: "Een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft naar zijn volk omgezien." En het gerucht over hem ging rond in heel Judea en in heel de omgeving. En de discipelen van Johannes berichten hem over al die dingen. En nadat Johannes twee van zijn discipelen bij zich geroepen had, stuurde hij hen naar Jezus met de vraag: "Bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander?" Toen de mannen bij hem gekomen waren, zeiden zij: "Johannes de Doper heeft ons naar u toegezonden met de vraag: bent u degene die komen zou, of verwachten wij een ander?" Op dat moment genas hij velen van ziekten en aandoeningen en boze geesten. En aan veel blinden schonk hij het gezichtsvermogen. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: "Ga heen en bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt. Namelijk dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd worden, doven kunnen horen, doden opgewekt worden en aan armen het evangelie verkondigd wordt. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt." Toen de boden van Johannes weggegaan waren, begon hij tegen de menigte over Johannes te zeggen: "Waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleren gekleed? Zie, zij die prachtige kleding dragen en in weelde leven, zijn in de paleizen. Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, ik zeg u, zelfs naar veel meer dan een profeet. Deze is het over wie geschreven staat: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. Want ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand een groter profeet dan Johannes de Doper. Maar de minste in het koninkrijk van God is groter dan hij." En heel het volk dat naar hem luisterde en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. Maar de fariseeën en de wetgeleerden verwierpen het raadsbesluit van God met betrekking tot zichzelf, omdat ze niet door hem gedoopt wilden worden. En de Heere zei: "Met wie zal ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken en aan wie zijn zij gelijk?
Zij zijn gelijk aan kinderen die op de markt zitten en elkaar toeroepen en zeggen: wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst. Wij hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben niet gehuild. Want Johannes de Doper is gekomen. Hij at geen brood en hij dronk geen wijn. En u zegt: hij heeft een demon. De Zoon des Mensen is gekomen, die wel at en dronk. En u zegt: zie daar, een vraatzuchtig mens en drinker, een vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid is gerechtvaardigd door al haar kinderen. En een van de fariseeën vroeg of hij bij hem kwam eten. En toen hij het huis van de fariseer binnengegaan was, lag hij aan. En zie, een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de fariseer aan lag. En zij bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter zijn voeten begon zij huilend zijn voeten nat te maken met tranen. En zij droogde ze af met het haar van haar hoofd. En zij kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. Toen de fariseer die hem uitgenodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf: deze man zou, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt, want zij is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei: meester, zeg het. Jezus zei: een zekere schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de ander 50. Toen zij niets hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? Simon antwoordde en zei: ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem: u hebt juist geoordeeld. En hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon: ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water voor mijn voeten hebt u niet gegeven. Maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel lief gehad. Maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar: uw zonden zijn u vergeven. En zij die mij aanlagen, begonnen bij zichzelf te zeggen: wie is deze die ook zonden vergeeft? Maar hij zei tegen de vrouw: uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Hoofdstuk 8. En het gebeurde daarna dat hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok en er predikte en het evangelie van het koninkrijk van God verkondigde. En de 12 waren bij hem. En sommige vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren, namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie 7 demonen uitgegaan waren, en Johanna, de vrouw van Gusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna, en vele anderen die hem dienden uit hun eigen bezittingen. Toen er een grote menigte bijeenkwam en ze van alle steden naar hem toekwamen, zei hij met een gelijkenis: een zaaier ging erop uit om zijn zaad te zaaien. En toen hij zaaide, viel het ene deel langs de weg. En het werd vertrapt en de vogels in de lucht aten het op. En een ander deel viel op de rots. En toen het opgegroeid was, verdorde het door gebrek aan vocht. En een ander deel viel te midden van de doorns. En de doorns die mee opgroeiden, verstikten het. En een ander deel viel in de goede aarde. En toen het opgegroeid was, bracht het 100-voudige vrucht voort. Toen hij dit gezegd had, riep hij: wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En zijn discipelen vroegen hem: wat betekent deze gelijkenis? Hij zei: aan u is het gegeven de geheimenissen van het koninkrijk van God te kennen. Maar tot de anderen spreek ik in gelijkenissen, opdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet begrijpen, ook al horen zij.
Dit is de gelijkenis. Het zaad is het woord van God. Zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die het horen. Maar daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en zalig worden. Zij bij wie op de rots gezaaid wordt, zijn zij die het woord met vreugde ontvangen, wanneer ze het gehoord hebben. Maar deze, die maar voor een bepaalde tijd geloven, hebben geen wortel. En in een tijd van verzoeking worden zij afvallig. En bij wie het zaad in de dorens valt, dat zijn zij die het hebben gehoord, maar die gaandeweg door de zorgen en rijkdom en genietingen van het leven verstikt worden en geen vrucht dragen. En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden en in volharding vruchten voortbrengen. En niemand die een lamp aansteekt, plaatst er een vat overheen of zet hem onder een bed. Maar hij zet hem op een standaard, opdat zij die binnenkomen het licht kunnen zien. Want er is niets verborgen wat niet openbaar zal worden. En er is niets geheim wat niet bekend zal worden en in de openbaarheid komen. Let er dan op hoe u luistert, want wie heeft, aan die zal gegeven worden. En wie niet heeft, ook wat hij denkt te hebben, zal van hem afgenomen worden. Zijn moeder en zijn broers kwamen naar hem toe, maar zij konden niet bij hem komen vanwege de menigte. En sommigen berichten hem: uw moeder en uw broers staan buiten en willen u zien. Maar hij antwoordde en zei tegen hen: mijn moeder en mijn broeders zijn dezen die het woord van God horen en dat doen. Het gebeurde op een van die dagen dat hij met zijn discipelen aan boord van een schip ging. En hij zei tegen hen: laten wij overvaren naar de overkant van het meer. En zij voeren weg. Toen zij voeren, viel hij in slaap. En er viel een stormwind neer op het meer. En hun schip liep vol water. En zij waren in nood. Zij gingen naar hem toe, wekten hem en zeiden: meester, meester, wij vergaan! Toen stond hij op en bestrafte de wind en de golven. En ze gingen liggen en er kwam stilte. Hij zei tegen hen: waar is uw geloof? Maar zij waren bevreesd en verwonderden zich. En zij zeiden tegen elkaar: wie is deze toch, dat hij ook de winden en het water bevel geeft en ze hem gehoorzaam zijn? En zij voeren verder naar het land van de Gadarenen, dat tegenover Galilea ligt. Toen hij aan land gegaan was, kwam een man uit de stad hem tegemoet, die al lange tijd door demonen bezeten was. Hij had geen kleren aan en verbleef niet in een huis, maar in de grafspelonken. Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en zei met luide stem: wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste? Ik bid u dat u mij niet pijnigt. Want hij had de onreine geest bevolen van de man uit te gaan. Die had hem namelijk vele malen aangegrepen en men had hem met ketenen en met boeien gebonden om hem in bewaring te houden. Maar hij verbrak de boeien en werd door de demon naar de woeste plaatsen gedreven. Jezus vroeg hem: wat is uw naam? Hij zei: Legio, want er waren veel demonen in hem gegaan. En zij smeekten hem dat hij hun niet zou bevelen in de afgrond te gaan. En er was daar een grote kudde varkens aan het weiden op de berg. Zij smeekten hem dat hij hun zou toestaan daarin te gaan. En hij stond het hun toe. En de demonen gingen uit de man weg en gingen in de varkens. En de kudde stortte van de steilte af het meer in en verdronk. Toen zij die hen weiden zagen wat er gebeurd was, vluchtten zij en berichtten het in de stad en op het land. Ze gingen op weg om te zien wat er gebeurd was. En ze kwamen bij Jezus en vonden de man van wie de demonen uitgegaan waren zitten aan de voeten van Jezus, gekleed en goed bij zijn verstand. En ze werden bevreesd.
Ook berichten zij die het gezien hadden hun hoe de bezetene verlost was. En heel de menigte uit de omgeving van het land van de Gadareën vroeg hem van hen weg te gaan, want zij waren met grote vrees bevangen. Hij ging in het schip en keerde terug. De man van wie de demonen uitgegaan waren, bad hem of hij bij hem mocht blijven. Maar Jezus stuurde hem weg en zei: keer terug naar uw huis en vertel wat voor grote dingen God aan u gedaan heeft. En hij ging heel de stad door en verkondigde wat voor grote dingen Jezus aan hem gedaan had. Het gebeurde toen Jezus terugkeerde dat de menigte hem ontving, want ze waren allen op hem blijven wachten. En zie, er kwam een man van wie de naam Jairus was. Hij was een leidinggevende in de synagoge. Hij viel aan de voeten van Jezus en smeekte hem naar zijn huis te komen. Hij had namelijk één kind, een dochter van ongeveer 12 jaar, en die lag op sterven. Toen hij erheen ging, drong de menigte zich om hem heen. En een vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had en die al haar bezit aan dokters uitgegeven had, maar door niemand genezen had kunnen worden, kwam van achteren naar hem toe en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan. En onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op. En Jezus zei: wie is het die mij heeft aangeraakt? Toen zij het allen ontkenden, zeiden Petrus en die bij hen waren: meester, de menigte duwt tegen u aan en verdrinkt u, en u zegt: wie is het die mij aangeraakt heeft? Jezus zei: iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb gemerkt dat er kracht van mij uitgegaan is. Toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt was, kwam zij bevend naar hem toe. En nadat zij voor hem neergevallen was, vertelde zij voor heel het volk om welke reden zij hem aangeraakt had en dat zij onmiddellijk genezen was. Hij zei tegen haar: heb goede moed, dochter. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Toen hij nog sprak, kwam er iemand van het huis van het hoofd van de synagoge en zei tegen hem: uw dochter is gestorven. Val de meester niet lastig. Maar toen Jezus dat hoorde, antwoordde hij hem: wees niet bevreesd. Geloof alleen en zij zal behouden worden. Toen hij in het huis gekomen was, liet hij niemand binnenkomen dan Petrus, Jacobus, Johannes en de vader en de moeder van het kind. Allen huilden luid en bedreven rouw over haar. Hij zei: huil niet, zij is niet gestorven, maar zij slaapt. En zij lachten hem uit, omdat zij wisten dat zij gestorven was. Maar toen hij hen allen naar buiten gestuurd had, pakte hij haar hand en riep: kind, sta op! En haar geest keerde terug en zij stond onmiddellijk op. En hij gaf opdracht dat men haar te eten zou geven. En haar ouders waren buiten zichzelf. En hij beval hun dat zij niemand zouden zeggen wat er gebeurd was. Hoofdstuk 9. Hij riep zijn 12 discipelen bijeen en gaf aan hen kracht en macht over alle demonen en om ziekten te genezen. En hij zond hen op weg om het koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen. En hij zei tegen hen: neem niets mee voor onderweg. Geen staf, geen reiszak, geen brood, geen geld. Ook mag niemand van u 2 stel onderkleren bij zich hebben. En welk huis u ook zult binnengaan, blijf daar en vertrek van daaruit. En als ze u niet zullen ontvangen, vertrek dan uit die stad en schud ook het stof af van uw voeten, tot een getuigenis tegen hen. Zij vertrokken en reisden door alle dorpen en zij verkondigden het evangelie en genazen overal de zieken. Herodes, de viervorst, hoorde al de dingen die door hem gebeurden en hij verkeerde in onzekerheid, omdat door sommigen gezegd werd dat Johannes uit de doden was opgewekt en door anderen dat Elia verschenen was en door weer anderen dat een van de oude profeten opgestaan was. En Herodes zei: Johannes heb ik onthoofd. Wie is deze dan over wie ik zulke dingen hoor? En hij probeerde hem te zien te krijgen. En toen de apostelen teruggekeerd waren, vertelden zij hem alles wat zij gedaan hadden. Hij nam hen mee en vertrok,
alleen met hen naar een eenzame plaats bij een stad die Bethsaida heette. Toen de menigte dat merkte, volgden zij hem. Hij ontving hen en sprak tot hen over het koninkrijk van God. En hen die genezing nodig hadden, maakte hij gezond. De dag begon te dalen. De 12 kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem: stuur de menigte weg, opdat zij naar de omliggende dorpen en gehuchten gaan om onderdak en voedsel te vinden, want wij zijn hier op een eenzame plaats. Maar hij zei tegen hen: geeft u hun te eten. Zij zeiden: wij hebben niet meer dan 5 broden en 2 vissen, of wij zouden voor al dit volk voedsel moeten gaan kopen. Er waren namelijk ongeveer 5000 mannen. Maar hij zei tegen zijn discipelen: laat hen gaan zitten in groepen, elk van 50. En zij deden dat en lieten allen plaatsnemen. En nadat hij de 5 broden en de 2 vissen genomen had, keek hij op naar de hemel en hij zegende ze, brak ze en gaf ze aan de discipelen om aan de menigte voor te zetten. En zij aten en werden allen verzadigd. Wat zij over hadden van de stukken brood werd opgeraapt. 12 manden. En het gebeurde, toen hij in persoonlijk gebed was, dat de discipelen in zijn nabijheid waren. En hij vroeg hen: wie zeggen de menigten dat ik ben? Zij antwoordden en zeiden: Johannes de Doper. En anderen: Elia. En weer anderen: dat een van de oude profeten opgestaan is. En hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? Petrus antwoordde en zei: de Christus van God. En hij sprak hen streng toe en beval dat zij dit tegen niemand zeggen zouden. Hij zei: de Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden. En hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden. Hij zei tegen allen: als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal, omwille van mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelfs schade te lijden? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des Mensen zich schamen, wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen. En ik zeg u in waarheid, er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij het koninkrijk van God gezien hebben. Het gebeurde, ongeveer 8 dagen na deze woorden, dat hij Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. En het gebeurde, terwijl hij bad, dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit werd. En zie, 2 mannen spraken met hem. Het waren Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan, dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Petrus en zij die bij hem waren bevangen door slaap. Toen ze wakker geworden waren, zagen zij zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. En het gebeurde, toen zij bij hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Hij wist echter niet wat hij zei. Terwijl hij dit zei, kwam er een wolk en die overschaduwde hen. Zij werden bevreesd toen zij de wolk ingingen. En er kwam een stem uit de wolk die zei: dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En toen de stem geklonken had, bevond Jezus zich daar alleen. En zij zwegen en vertelden in die dagen niemand iets van wat zij gezien hadden. Het gebeurde de volgende dag, toen zij van de berg afdaalden, dat een grote menigte hem tegemoet kwam. En zie, een man uit de menigte riep: Meester, ik bid u, kijk toch naar mijn zoon, want hij is mijn enig kind.
En zie, een geest grijpt hem en meteen schreeuwt hij en hij doet hem zo stuiptrekken dat hij schuim op zijn mond krijgt. Hij gaat nauwelijks bij hem vandaan en mishandelt hem. En ik heb de discipelen gevraagd hem uit te drijven, maar zij konden het niet. Jezus antwoordde en zei, o, ongelovig en ontaard geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn en u verdragen? Breng uw zoon hier. Terwijl hij naar hem toe ging, wierp de demon hem tegen de grond en deed hem stuiptrekken. Maar Jezus bestrafte de onreine geest, genas het kind en gaf het aan zijn vader terug. Zij allen stonden versteld van de grootheid van God. Toen zij zich allen verwonderden over alle dingen die hij deed, zei Jezus tegen zijn discipelen, laat deze woorden tot uw oren doordringen, want de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen. Maar zij begrepen dat woord niet, en het bleef voor hen verborgen, zodat het niet tot hen doordrong. En zij vreesden hem een vraag te stellen over dat woord. En ontstond een meningsverschil onder hen over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Maar toen Jezus de overweging van hun hart zag, nam hij een klein kind en zette dat bij zich. En hij zei tegen hen, wie dit kleine kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Want wie de minste onder u allen is, die zal belangrijk zijn. Johannes antwoordde en zei, meester, wij hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef. En wij hebben het hem verboden, omdat hij u niet samen met ons volgt. En Jezus zei tegen hem, verbied het niet, want wie niet tegen ons is, die is voor ons. Het geschiedde, toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. En hij stuurde de boden voor zijn aangezicht uit. Op hun reis kwamen zij in een dorp van de Samaritanen om voor hen voorbereidingen te treffen. Maar zij ontvingen hem niet, omdat hij op reis was naar Jeruzalem, waarheen zijn aangezicht gericht was. Toen de discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden zij, Heere, wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hem verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? Maar hij keerde zich om, bestrafte hen en zei, u beseft niet wat voor geest u hebt. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. En zij gingen naar een ander dorp. Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat iemand tegen hem zei, Heere, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Maar Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Tegen een ander zei hij, volg mij. Maar die zei, Heere, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem, laat de doden hun doden begraven, maar u ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Weer een ander zei, Heere, ik zal u volgen, maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. Jezus zei tegen hem, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Hoofdstuk 10. Hierna wees de Heere nog 70 anderen aan en zond hen 2 aan 2 voor zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar hij komen zou. Hij zei dan tegen hen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Ga heen. Zie, ik zend u als lammeren te midden van de wolven. Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee. En groet niemand onderweg. En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst, vrede zij dit huis. En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt. Want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis. En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt. Genees de zieken die daar zijn en zeg tegen hen, het koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op en zeg, zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het koninkrijk van God dicht bij u is gekomen. Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang in zak en as gezeten bekeerd hebben. Maar het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in het oordeel dan voor u. En u, Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Wie naar u luistert, die luistert naar mij. Wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, die verwerpt hem die mij gezonden heeft. De 70 zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden, Heere, zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. Hij zei tegen hen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand. En niets zal u schade toebrengen. Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest en zei, ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand weet wie de Zoon is dan de Vader. En wie de Vader is dan de Zoon. En hij aan wie de Zoon het wil openbaren. En hij keerde zich naar de discipelen en zei tegen hen alleen, zalig zijn de ogen die zien wat u ziet. Want ik zeg u dat veel profeten en koningen de dingen hebben willen zien die u ziet. En zij hebben ze niet gezien en te horen de dingen die u hoort en zij hebben ze niet gehoord. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven, wat leest u daar? Hij antwoordde en zei, u zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem, u hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen. En zei tegen Jezus, wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei, een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg. En toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn. En hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem. En wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft.
Jezus zei tegen hem, ga heen en doet u even zo. Het gebeurde toen zij onderweg waren, dat hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij, Heere, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar, Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. Hoofdstuk 11. En het gebeurde, toen hij ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield, Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Hij zei tegen hen, wanneer u bidt, zeg dan, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zei tegen hen, stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt, vriend, leen mij 3 broden, want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnen uit het huis dan zou antwoorden en zeggen, val mij niet lastig, de deur is gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en ze hem geven omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden, klop en er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt en wie klopt, voor hem zal er open gedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om een brood vraagt, een steen geven? Of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven? Of als hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven. Als u, die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. En hij dreef een demon uit bij iemand, en deze kon niet spreken. En het gebeurde dat hij die niet kon spreken, toen de demon uitgevaren was, sprak. En de menigte verwonderde zich. Maar sommigen van hen zeiden, hij drijft de demonen uit door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Anderen verlangden van hem om hem te verzoeken, een teken uit de hemel. Maar hij kende hun gedachten en zei tegen hen, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, valt. Als nu ook de Satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe kan zijn rijk dan stand houden? Want u zegt dat ik door Beelzebul de demonen uitdrijf. Als ik door Beelzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen hen dan uit? Daarom zullen zij uw rechters zijn. Maar als ik door de vinger van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Wanneer een sterke, gewapende man zijn woning bewaakt, is alles wat hij heeft veilig. Maar als iemand die sterker is dan hij op hem afkomt en hem overwint, neemt hij hem zijn hele wapenrusting waarop hij vertrouwde af en verdeelt zijn buit. Wie met mij niet is, die is tegen mij. Wie met mij niet verzamelt, die drijft uiteen. Wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, gaat hij door dorpplaatsen om rust te zoeken. Maar wanneer hij die niet vindt, zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis waar ik uitgegaan ben. En wanneer hij aankomt, vindt hij het geveegd en opgeruimd.
Dan gaat hij weg en neemt 7 andere geesten mee, die meer verdorven zijn dan hij zelf. En wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen. En het einde van die mens wordt erger dan het begin. Het gebeurde, toen hij deze dingen sprak, dat een vrouw uit de menigte haar stem verhief en tegen hem zei: zalig is de schoot die u gedragen heeft en zijn de borsten waaraan u gezogen hebt. Maar hij zei: veeleer zijn zij zalig die het woord van God horen en het bewaren. Toen de menigte te hoop liep, begon hij te zeggen: dit geslacht is een verdorven geslacht. Het verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van de profeet Jona. Want zoals Jona voor de inwoners van Nineveh een teken geweest is, zo zal ook de zoon des mensen het zijn voor dit geslacht. De koningin van het zuiden zal in het oordeel samen met de mannen van dit geslacht opstaan en hen veroordelen. Want zij is gekomen van de einden van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. De mannen van Nineveh zullen in het oordeel samen met het geslacht opstaan en het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Niemand die een lamp aansteekt, zet die in het verborgene, en ook niet onder de korenmaat, maar op de standaard, opdat zij die binnenkomen het licht kunnen zien. De lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dan uw oog oprecht is, is ook heel uw lichaam verlicht. Maar als het kwaadaardig is, is ook heel uw lichaam duister. Zie er dus op toe dat het licht dat in u is, geen duisternis is. Als dus uw lichaam helemaal licht is en geen enkel deel ervan duister is, zal het net zo geheel licht zijn als wanneer de lamp het met zijn schijnsel verlicht. Toen hij dit zei, vroeg een farizeeër aan hem of hij bij hem de middagmaaltijd wilde gebruiken. Hij ging naar binnen en ging aanliggen. Toen de farizeeër dat zag, verwonderde hij zich erover dat hij zich niet eerst gewassen had voor het middagmaal. Maar de Heere zei tegen hem: welnu, farizeeën, u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar uw binnenste is vol roofzucht en boosaardigheid. Onverstandigen, heeft hij die het buitenste maakte ook niet het binnenste gemaakt? Geef echter de inhoud ervan als liefdegave en zie, alles is voor u rein. Maar wee u, farizeeën, want u geeft tienden van de munt en de wijnruit en van alle kruiden, maar u gaat voorbij aan het recht en aan de liefde van God. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten. Wee u, farizeeën, want u hebt de voorste plaatsen in de synagogen en de begroetingen op de markten lief. Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, want u bent net als de graven die niet zichtbaar zijn. De mensen die erover lopen, weten het niet. Een van de wetgeleerden antwoordde en zei tegen hem: meester, wanneer u deze dingen zegt, behandelt u ons ook smadelijk. Maar hij zei: wee ook u, wetgeleerden, want u legt de mensen lasten op die moeilijk zijn om te dragen. En zelf raakt u die lasten niet met één van uw vingers aan. Wee u, want u bouwt de grafmonumenten voor de profeten, maar uw vaderen hebben hen gedood. U getuigt dus dat u instemt met de daden van uw vaderen, want zij hebben hen gedood en u bouwt hun grafmonumenten. Daarom heeft de wijsheid van God gezegd: ik zal profeten en apostelen naar hen toe zenden. En van hen zullen zij sommigen doden en anderen vervolgen, opdat van dit geslacht afgeëist wordt het bloed van alle profeten dat van de grondlegging van de wereld af vergoten is. Van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia, die omgebracht is tussen het altaar en het huis van God. Ja, ik zeg u, het zal afgeëist worden van dit geslacht. Wee u, wetgeleerden, want u hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Zelf bent u niet binnengegaan en u hebt hen die binnengingen tegengehouden. Toen hij deze dingen tegen hen zei, begonnen de schriftgeleerden en farizeeën hevig tegen hem tekeer te gaan en dwongen zij hem zich over veel dingen uit te spreken. Zij spanden strikken voor hem
om iets uit zijn mond op te vangen, opdat zij hem zouden kunnen beschuldigen. Hoofdstuk 12. Intussen, toen er een menigte van vele duizenden mensen bijeengekomen was, zodat zij elkaar bijna onder de voet liepen, begon hij te spreken. Allereerst tot zijn discipelen. Wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën. Dat is de huichelarij. Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden. En er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Daarom, al wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden. En wat u in de binnenkamers in iemands oor gesproken hebt, zal op de daken gepredikt worden.